nieuwe auto. Dit is mijn co-host voor vanavond. Quality time. Is iedereen er klaar voor? Ja! Ik krijg moordneigingen. Ja, ik wil niet per se jou vermoorden, ik wil gewoon dingen kapot slaan. Naughty Wong en Maro! Lieve mensen, welkom op de vlog. Wat leuk dat je weer kijkt. Vandaag is het donderdag en heb ik een content creatiedag met Millie. Dus we zijn hier. Millie. Millie filmt het, Millie edit het. We zijn nu bezig met een heel lekker receptje, een receptvideo. Ik ga het natuurlijk nog delen, maar voor jullie vlogkijkers, jullie krijgen exclusief als eerste te zien wat ik maak. Dit is echt lekker, jongens. Voor wie mij een beetje kent, dit is dus gnocchi met tomaat en mozzarella. En wie mij een beetje kent, die weet dat ik niet hou van lang in de keuken staan. Ik zeg het een beetje verkeerd. Ik hou wel van lang in de keuken staan, maar ik kan niet lang in de keuken staan met onze schema's met de kids. Dus dit is echt een mega tip. Het simpele is, dit is dus gnocchi. Ik ga het even laten zien hoe ik dat koop. Want dat kan je gewoon bij de supermarkt kant en klaar kopen. En het blijft heel lang goed. Deze is gewoon tot januari blijft hij goed. Dus altijd handig om in huis te hebben. En het enige wat je hoeft te doen is de tomaten te snijden. Zo'n zak gnocchi van 400 gram heb je nodig. Een halve kilo cherry tomaatjes. Twee shallotjes en twee knoflookteentjes. En dan ben je er al. Nou, doe je een beetje basilicum erover, wat kruiden, peper en zout natuurlijk. En het is dus echt maar 5 minuten werk. En heel lekker, dat gaan we nu. Het ruikt echt mega lekker. Het ruikt echt heel goed, hè? Kan niet wachten. Ja, dus we doen even één receptvideo opnemen vandaag. Wat doen we nog meer? Wil jij deze meenemen? Ja. We gaan ook over mediteren, wat filmpjes. Komt op TikTok, komt op Instagram. Ja, dat eigenlijk een beetje. En vanavond ga ik naar een event met mijn zusje. Dus daar heb ik ook al zin in. Maar eerst gaan we dit maar eens even doen. Ik wil trouwens even iets zeggen over gnocchi, want kijk. Niemand laten stelen. Wat zeg je, schat? Niemand laten stelen. Nee, doe maar even rustig dagje vandaag, denk ik. Tenzij het echt absoluut moet, maar geen speelkids. We altijd. Nou ja, kijk maar even. Nou, het mag op zich ook wel. Wat ik wilde zeggen, we hebben heel veel playdates hier altijd, bijna elke dag. Kan je dit zien? Ja, het is een beetje krokante gnocchi, gnocchi, gnocchi. Vaak worden ze een beetje zo zacht en somber, echt zo'n meelbal. En dat vind ik niet lekker, maar deze is een beetje hard van buiten, zacht van binnen. En dat komt omdat je hem dan zonder olijfolie in de oven doet. Dus dat is een tipje. Heerlijk. Kijk, ik had dus deze outfit, heb ik ook gewoon weer even uit mijn kast getoverd. Dit vest heb ik dit jaar nieuw, maar deze heb ik echt al 100 jaar. Ik vind het wel leuk. Pastel in de winter, het moet gewoon kunnen, toch? Mijn draaidag zit erop en het is pas 2 uur, dus dat is echt heel erg fijn. Ik vind het echt, dit is echt mijn lifehack, want ik vind content creëren, vind ik echt heel erg leuk. Maar op de een of andere manier doe ik het niet. En sinds dat ik met Millie werk, doe ik het gewoon. Want ik heb natuurlijk gewoon een draaidag met haar, dus zij is ook meteen mijn accountability partner. Zij denkt met me mee over de concepten, omdat we steeds een brainstorm doen. En zij edit ook gewoon beelden die ik zelf heb geschoten. Zeg ik, nou, ik heb dit idee, dat idee, en dan gaat zij het maken. Dus ik heb gewoon nu in 1 dag voor bijna de hele maand. Nou, dat is niet helemaal waar, maar voor elke week een paar posts. En daaromheen doe ik natuurlijk gewoon spontaan dingen. Maar strategisch gezien wil ik natuurlijk ook regelmatig dingen over de planner posten of over meditaties komt er nu aan. Dus dit voelt echt goed. Ik ben echt heel blij dat ik dit sinds kort zo goed aanpak. Ik ben nu heel even. Ik heb trouwens net getest mijn meditatie. Want ik heb een van mijn meditaties vanuit Mood Boosters. Die gaat over: Oké, het is midden op een werkdag. Hoe krijg je weer je energie terug? Want ook voor vanavond. En hij bleek te werken, dus dat is ook fijn. Sowieso vind ik het al heel wat dat ik mijn eigen meditaties kan doen. Want je luistert natuurlijk heel anders naar jezelf. En nu ben ik heel eventjes lekker hier in de zone met mijn nageltjes. Dit moment is ook eigenlijk mijn favoriete moment op de dag. Dat is altijd rond 2:30. Zo meteen komen de meiden thuis. En ik ben zo blij met hoe we het hebben geregeld voor onszelf. Want wij hebben dus geen BSO, maar we hebben oppas. Vandaag doet Jorg het, op woensdag doe ik het zelf natuurlijk. En verder hebben we een oppas en mijn moeder en mijn schoonmoeder. En vader trouwens ook. Maar wat dat betekent is dat ik altijd de meiden zie thuiskomen. Gezellig gaan we hier met z'n allen een kopje thee drinken, koekje eten.
vraag ik hoe hun dag was, zoals ik zelf ook mijn jeugd heb gehad. En dan ga ik weer aan het werk. En dat vind ik zo fijn. Dit is gewoon eigenlijk het best of both worlds. Heel soms komen ze me storen, maar in principe weten ze gewoon, mama zit boven te werken. En dan komen ze gewoon niet. Maar dan kan ik, heb ik toch dat momentje. En dat is ook voor mij ook wel echt een hele fijne break altijd op de werkdag. Als ik heel hard heb zitten knallen, dat ik dan weet, zometeen is het weer tijd voor thee en cookies. Maar ja, iedereen, kijk, ik weet dat dit ook niet voor iedereen haalbaar is natuurlijk. Mijn zus zou het ook wel zo willen, maar ja, dat kan gewoon niet met haar werk. Maar ja, als je de mogelijkheid hebt, ik ben heel dankbaar dat we het zo doen. Ik vind het ook heel leuk dat ik mijn schoonmoeder en mijn moeder gewoon zoveel meer spreek hierdoor. En dat we gewoon veel meer family time hebben. En dat natuurlijk dat de meiden ook echt een hele goede relatie hebben met de opa's en de oma's hierdoor. Hey! Leuk om te spelen! Wat gezellig! Paard. Wauw. Nou, Jorg heeft even wat pepernoten gehaald. We kijken. Dit is echt mega groot. Wat leuk. Nou, wat superleuk. Dat is in de supermarkt. Ja. Nee, van de bakker. Oh. Wat is er aan de hand? Dit. Is het niet goed? Nee, dat is niet netjes, hè? Dat willen we niet. Goed van jou. Wat was het leukste wat je hebt gedaan? Nou, ik moet het weer opdrinken nu. Hi. Hallo lieverd. Wat fijn om je te zien. Ja. Even gezusters samen op pad. Gezellig. Ja, gezellig. Ik voel me niet super lekker, maar ik had zoveel zin om jou te zien. Heb je zin in wijn of thee? Thee natuurlijk, geen wijn voor mij. Oké, neem ik wel wijn voor jou. Ja, is goed. We zijn uitgenodigd op een avondje in een hele mooie winkel met een mooi interieur. Een soort kerstborrel iets, ding. Ik weet niet precies. Maar ik mocht iemand meenemen en dat vind ik wel gezellig om met jou te gaan. Dus we gaan even kijken. We houden allebei heel erg van interieur. En van kerstlampjes in Utrecht. Zo gezellig hier. Hoe was je dag? Ja, goed. Goeie dag gehad. Ja. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. Dit is cool. Wat wil je? Dit voelt zacht. Het doet me denken aan vroeger. Touch the furry wall. No. Touch the furry wall. Als je weet wat we bedoelen, laat even weten in de comments. Ja, ja, ik vertelde, we hebben een lekkage in de keuken. En we zoeken eigenlijk een nieuw behangetje. Vind ik ook wel leuk, even wat anders. Dus we zijn een beetje inspiratie aan het opdoen in deze winkel. Maar dit is echt super cool. Alleen wel misschien een beetje saai. Het is te saai voor jou, sorry. Ja. We gaan verder. Okay. We gaan meer naar de prins. Dit vind ik ook leuk. Oh, die is ook wel heel leuk. Kijk dit nou. Oh my god. I like it. Ik vind die stoel wel echt heel cool voor jou. Ik krijg hier een beetje een 70s look van. Die stoel, ja, ik ben ook helemaal 70. Ja, dat is wel waar. Die stoel kost ook maar 6500 euro. Net iets te duur. Hé, maar jij vindt dit te 70s? Ja, ik vind het wel. Ja, dit is niet mooi, want we hebben een houten keuken, dus dan moet het te. Ik vind het niet mooi. Dat is niet goed. Even kijken. Ja, dit vind ik ook wel heel mooi. Ook heel leuk. Dit vind ik dan wel weer wat hier, voor dit jou. Is echt typisch mij, ja, toch? Ja, ja, zeker. Die vind ik ook heel mooi met dat fotootje. Ja, die is echt heel leuk. Wat is dit? Een soort van, ja, een stekelvarken. Ja, een stekelvarken. Oh, dat is leuk. Nou, het is één. Oh, wauw. Als je deze koopt, zou ik hem wel even wegzetten voor Jim. Je moet altijd alles dit is toch niet woonproef echt. Maken bij jou, hè? Dit is wel echt. Hoe kan het zo goed zijn? Deze verzorgen ze heel goed. Wij hebben ook allemaal vijgen thuis, maar... Maar kijk, oh, trouwens, nu ik over nadenk, ik wil... Ja? Oh, ja. We hebben toch zo'n paal in onze... Moet ik hier staan? Ja. We hebben toch zo'n paal in de woonkamer waar de open haard in zit? Ja. Die wil ik al heel lang behangen. Oh, ja. Eigenlijk al vanaf de maar andere weet je, drie jaar. Ik heb dat ook. Bewaar een stukje voor mij. Is goed. Maar daarvoor vind ik dit wel heel leuk. Dit printje. Ja. Dat wilde ik al vanaf het begin. Want, even goed kijken. Of in kleur dat. Kan je het zien? Nee, je kan het wel een beetje zien. Nou, gezellig zo'n avondje met jou op de bank.
Dit wou je eigenlijk stiekem wel. Ja, hier zit. Kom gewoon naast je zitten. En hebben we toch nog een bankavond. Cheers. Cheers, cheers. Hoela. Ja, dit. Cool, hè? Je wil alles aanraken. Ja, dan kan je het toch een beetje zo doen? Dat is de bedoeling dat je volgens mij... Oh, zo. Hé, wat krijgen we nou? Dan meer voor een slaapkamer. Wel leuk dat relief. Wat is dit? Oh, die zag ik beneden. Ja, zet hem maar even hier neer. Beetje druk, vind ik deze. Ja. Kijken. Deze zou ik ook wel heel tof vinden in je bankkamer met je banken. Ja. Bij de paal bedoel je? Ja, want die zijn precies die kleur bank. Nou, dit is wat meer geel, hè? Nee, maar dit. Beetje. Dat lijken wel kunstwerken, joh. Oh, dit is cool. Dit vind ik heel vet. Het is net alsof je een kussensloop op je muur gooit. Het is echt gewoon gooit. Kunst eigenlijk. Ja, je kan dit dus ook gewoon in een lijst, want het is natuurlijk heel duur behang, maar je kan het ook gewoon in een lijst stoppen. Dit ook. Ik neig weer naar roze. As always, it's deze. Gone. Oh ja, kijk, dan zie je het ook. Hey mama. Zijn we er klaar voor? Ik ben er. Ik geloof dat ik er klaar voor ben, ja. Ja, je ziet er klaar voor. Je ziet er klaar voor. Je ziet eruit alsof je er klaar voor bent. Hoe vind je mijn haar zo? Want ik moet eigenlijk, wilde ik het nog krullen. Ja, misschien moet je een beetje krullen. Ik doe het daar wel. Er staat volume erin. Ja, dat is waar. Maar het verregent toch. Dus wat ga je doen? Want iedereen die kijkt, die denkt... Het is wel echt een bijzondere avond vanavond. Want ik ga spreken samen met Valentine, mijn vriendin. Dus wanneer gebeurt dit nou in je leven? De laatste keer dat we samen op een podium stonden was... 15 jaar geleden, toen hadden we samen een theatervoorstelling en we zijn gevraagd door Sosu. Dat is een businessclub in Den Bosch. En daar gaan we praten over sisterhood en over vriendschap. Dus dat is het. Ik ga nu naar Vaal carpoolen en dan gaan we daarheen. Ja, ik zie het dus sharp maar, ik was even aan het checken, maar like it. I like it. Goed, let's go. Doei. Hey, dag allerliefste poepies, scheetjes, poepiebeetjes. Doen jullie spel? Gaan jullie heel veel plezier maken vanavond? Daar zit. Ja, nou fijn. Gezellig weer. De groeten. Doei, ik ga nu. Hey meiden, veel plezier. Ze gaan vanavond... Wat gingen jullie nou ook alweer doen? Nou, ze hebben geen tijd voor mij. Doei, ik ga er vandoor. Doeg. Ik ben net aangekomen. Dit is de zaal. Ze gaan zo ook optreden. Als een soort... We zijn even aan het soundchecken. To find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see. Den Bosch, woehoe! Ja, we zijn backstage. Ik ga hier even mijn haar krullen. Ik heb het gelukkig nog niet gedaan, want het regende heel hard buiten. Maar, oh, lieve mensen, ik heb zo'n buikpijn sinds 5 minuten. Ik heb net 2 paracetamol genomen. Ik heb al de hele week een soort sluimerende blaasontsteking. En het was vandaag de hele dag voor het eerst weg. En nu komt het letterlijk net weer opzetten. Die brandende pijn. Dus echt niet fijn. Ik merk ook dat mijn energie meteen helemaal weg is. Dus ik ga hier even rustig zitten. Ik heb net mijn noodlijn gebeld. Anouk, mijn vriendin, is arts. Ze zei, je mag wel 2 paracetamol, maar niet nog meer. Dus we hebben net met z'n allen... Ik mocht nog 1 ibuprofen erbij. Dus dat hebben we nu verzameld door te vragen. Dus dat heb ik net op. Ik drink nu cola, dus ik moet toch zo helemaal opgelapt zijn. Hallo. Dit is mijn co-host voor vanavond. Zo is het. Hallo, schat. Sunny en Paul. Zo. Gaat het weer een beetje? Nou, eigenlijk niet. Maar ik heb net een ibuprofen... Dat is niet fijn, lieverd. Nee, maar ik hoop dat deze dan wel doet, want die paracetamol voelde ik niks van. Oh ja. Zo stom, hè? Dan heb je er helemaal zin in en dan heb je dit. Maar goed, hoe is het? Goed. Heb je nog zin om even een foto te maken? Hoe lang geleden is het dat wij samen op het podium stonden, Valentine Berning? 12 jaar geleden, met tot nog toe. Ja, lieve mensen. Kijk, wij dachten, we zijn theatermakers. We komen net van school. We moeten opvallen. We moeten iets authentieks en iets heel aparts doen. Dus we dachten, we gaan een toneelstuk maken. Zelf bedenken, zelf schrijven. Oh nee, niet schrijven. Het was een bestaande tekst. Bewerkt. Maar
We bedachten, kijk, wij zijn twee slanke meiden. Nee, we gaan geen meiden spelen. We zijn mannen. We zijn geen jonge mannen. We zijn oude mannen. We zijn geen dunne mannen. We zijn dikke mannen. Vette. We hadden dikmaakpakken aan. En wat denk je? Nee, we waren niet gewoon normale iets. We waren circusartiesten. Mislukte circusartiesten. En nee, daar houdt het nog niet op, want we deden niet alsof we in het circus waren, maar het zwembad, het buitenzwembad, het Flevo Parkbad in Amsterdam, was ons circus. En we sprongen van de duikplank en dan gingen we naar beneden. Dat was dan zeg maar de salto's, want we waren trapeesterartiesten. Monroe en Natty Wong. Natty Wong en Monroe! Ik zou nog precies kunnen dat dansje. Oh ja? Ja, het was iets heel circusachtigs. Ja, maar het moest natuurlijk niet plat. Dus dan gingen we dan in het zwembad spelen. Maar stel je even voor, twee van die meiden in een dikmaakbak in een zwembad de hele avond. En dan al die teksten die we zeiden. Nou, het was echt absurd. Ja, maar we hadden toch vijf keer uitverkocht dat hele festival. Nou, weet je wel. En elkaar gewoon echt soort van half vermoorden. Het was wel een aard liefdeverhouding, onze vriendschap. Nou, onze vriendschap niet, maar als personage dan. Ja, hè? Precies. Nou, ik ben sprakeloos. Sprakeloos, want de kans is groot. Ja, dit durven we alleen als er niemand in de zaal dit hoort. Wij zijn maar, nog steeds hartstikke nokkie nokkie. Dit is gewoon 12 jaar geleden. Zo stonden we ook op het podium. Kijk, er is niemand. Er is niemand. No one in the house. Hier, we hebben ook niet de aandacht. Er is niemand. Nou, ja, sorry, Jullie zijn geen nobodies. Zo is het. Jij mag er zijn. Zo is het. Ook jij bent goed genoeg. En jij hebt ook een verhaal. Zo is het. Nou, lieve mensen, een paar minuten voor aanvang. We hebben er zin in. Ja, dus dat ongeveer, hè? Ja. Nog iets anders te melden? Nee. Oké, okay, dat was het. Mijn DHL-pakket is aangekomen. Nou, lekker ding. Een hele andere hoedanigheid. Echt ja, als twee circusartiesten met dikmaakpakken in een buitenzwembad. Waarbij we elkaar al vermoorden. Nou, het is toch hilarisch. En nu gewoon als onszelf. Ja. Dat gaan we niet doen hè, vanavond. Nee. Zo bond gaat het niet worden. Nee. Dus ja, echt ja, heel fijn dat je hier bent. En heel hard applaus voor Sunny. Vanavond wilde ik heel graag mijn gouden laars aan. Ja. Stel je even voor, hoe heet je? Ik heet Wendy. Ik heet Gabrielle. Nou, en we hebben zo'n leuk gesprek over de planner toevallig. Ja. Ja, want de planner heeft heel veel voor jullie gedaan, hè? Ja, ik denk ongeveer anderhalf jaar geleden of zo. Hè. Toen heb ik een tijdje thuis gezeten. Jij hebt het daarvoor een tijdje lastig gehad. En toen ben jij eigenlijk begonnen met de meditaties van Sanne, toch? Nou, echt, echt superleuk. En, en toen ben je daarna met de planner begonnen. En ze zegt net, daarom vind ik het gewoon zo leuk om te filmen. Ja. Van dat je eigenlijk een beetje chaotisch was. Ja, ik heb onregelmatige een baan. Onregelmatige baan. Chaotisch. Alles tegelijk willen doen. En ik heb jouw vlogje ook gezien van hoe je kunt plannen, hoe je hem kunt gebruiken. En toen dacht ik ineens, hé, daar is het. Ja, het werkt supergoed. Nou, vind ik echt leuk om te horen, om het ook live te horen. Dat zei ik net, dat ik het zo leuk vind om live te horen. Dus wij zijn echt ook gewoon
nachtje weg geweest samen. In zo'n leuke camping, in zo'n pot geslapen. Het is en we helemaal hebben jullie uit. Onze dit. Planner toen, en onze etui meegenomen. En daar zijn we eigenlijk een zo'n tweede week op. Nee, maar dat is toch het allerleukste. Ja. Dat heb ik met Valentine ook gedaan een keer. Dat we in zo'n huisje gingen. 24 uur deden we onze eigen mini-retreat. Precies. Ja. En dan ook in zo'n hot tub. En een beetje wandelen. Ja. En een beetje praten over het leven. En dat is gewoon leuk. Weekminuutjes delen. Ja. Dus een hele lijst maken van wat kook jij dan snel als je moet dat werken. Vind ik een goed idee. En dan hadden we een hele lijst. Dus dan kan je dan per week zeg maar uit gaan zitten putten. Dus. Wat een goed idee om met je vriendinnen je beste recepten die snel zijn te doen. Ja, juist. Leuke tip. Ja. Nou, superleuk dat jullie zo enthousiast zijn. Ja, heel leuk jou een keer te zien. Ja! Hapje, ja. Hier! Ah, oké. Okay. Kijk, dan kan je ze uitlukken. Ja. Oh, heerlijk. Vandaag lekker uitgeslapen. Ja. En, uitgeslapen tot 8 uur. Sorry. Ik kwam om 2:30 thuis gisteren. Het was echt super gezellig nog een borrel in Den Bosch. Zoeken. En nu is mijn neefje hier eventjes. Het is zo leuk met de kinderen. We zijn al de hele ochtend aan het legoen en bouwen. En nu doen we een soort smoesbal. Hé, je hebt al uitgeslapen, want je hebt tot 8 uur geslapen. Dat zeg ik. Tot 8 uur. Ik bedoel, look at me. Maar 2 keer eruit. Ik ga wel zo je eigen toilet bed, dan ga ik in bad. Ja. Laat hem aan mij gegeven. Is iedereen er klaar voor? Ja. Gezellig. Ik kan niet hier goed. Ik dacht goed zo. Solo. Dat gaat goed hè, liefie. Dat gaan we ook op. Ja. Even een tuinupdate. Dit is de situatie. Oh, ik heb dit net zitten lijmen, maar dit is er afgevallen. Ik moet een beetje plakken. Ik kom je helpen, schat. Nou, doen we het zo. Ze vinden dit zo leuk. Waar ik zit ze hier. Nou? Waar zit je nou? Ik zit hier. Meisjes. Waar is dat? Bedoel je de meisjes? Wat een goede plek. Oké, nu ga ik tellen. 1, 2, 3. Nee. Oeh. Hier gaan ze ons nooit vinden hoor. Nee. We zitten heel goed verstopt. Ja. Het gaat heel lang duren. Eigenlijk moet ik nu wat anders. Komen ze? Zachtjes. Els, kom eraan. 11 november is de dag. Hé, ik heb Lolly! Ja! Dat... En ik heb muis. Wij en gaan naar, op naar, pad. Een kakje in de lak. We gaan op stoeppad. We hebben net al hier aan de deur gezongen bij onszelf. En nu gaan we Sint Maart vieren. We weer aan de pepernoten. Thee en koffie had ik zin in. We gaan weer een podcast opnemen. Jorg koud lekker verder. Hoi. Hallo. En we gaan het hebben over doelen stellen. Doelen in de breedste zin van het woord. Het is een super interessant thema. Dus we gaan ook bespreken wat onze doelen waren voor dit jaar. Wat onze doelen zijn voor volgend jaar. Of we ze hebben gehaald of niet. Wat we doen als we ze niet halen. Wat ons helpt om überhaupt een doel te bepalen. Welke boeken wij daarover hebben gelezen en die ons hebben geholpen. Ja, daar gaan we het over hebben. Toch? Ja. Ja, ik ben het zo nog aan het bepalen. Ja. En toen je zei doelen van vorig jaar, ik ben over 2 nodig. Ja. Toen dacht ik... Wat dacht je toen? Nou, doelen van dit jaar is dat eigenlijk. Ik heb ook lopen schrijven dit jaar in de doelen. Dus ik moet even naar vragen over wat ik ga vertellen. Ja. Meditatiealbum was een doel. Deze podcast was eindelijk een doel. Deze podcast is eindelijk. We hebben 3 jaar lang in de ijskast gezet, met goede reden. Daar gaan we het over hebben in de koelkast. Want dingen in de ijskast zijn ook belangrijk. Ja, we gaan het over hebben in de koelkast. We kunnen ook een keer een podcast in de koelkast opnemen of in de sauna. Ik ben benieuwd in de sneeuw, ben ik wat voor. We dan in de sneeuw. Dat zetten we bij deze als intentie. Ja. Hoewel dat echt totaal niet handig is, schat, met al die apparatuur. Maar nee, we zetten regelmatig plannen in de koelkast. En welke plannen er bij ons nog in de koelkast liggen, daar gaan we het dus ook over hebben. Oh, ik ben wel blij met dit achtergrondje. Ik heb net nog even een kast veranderd achter Jorg. Want ik ergerde me de hele tijd aan die achtergrond. Nog steeds trouwens, maar goed. Snelheid is belangrijker dan perfectie. En ik vind het al een stuk beter met een houten kast dan met die vorige stellingkast. Maar ik moet eigenlijk nog even wat leuks shoppen om daar een beetje zo daar in zijn shot te zetten. Zet hem eens op jouw shot.
Wat? Ja, de camera's. Dan kan ik het even laten zien. Kijk, we hebben een... Ga eens even zitten. Zonder de pepernoot. Ja, dit is zeg maar Yorkse shot. En ik vind het een beetje saai. Voor social media, outtakes. Maar ja, dat is dan gewoon helemaal wat is. Maar ja, goed, het is je gezicht. En dit is het shot wat je ziet, als Sunny zijn achter gaat. Wat je ziet op YouTube. Ja. Of op Spotify als je naar ook kijkt. Ja, want daar heb je nu ook beeld. Ja. Dus dat! Nou, zullen we dan maar... Ik slurp even dit bakje op. Dit is voor mijn verjaardag gekregen, dit gouden kopje. Ik noem 2:30! I know, schat. Oh my god. Daarom is het maar goed dat de kinderen even bij mijn moeder zijn. Cheers! Jorg, vertel even waarom je mij wilde vermoorden zo net. Ja, omdat je fucking bom om blok zit te eten in de microfoon. Als je het naast me op de bank doet, is het al verschrikkelijk. Er is een aandoening, misofonie. Wat heeft hij? Dit is dit. Ik ben gewoon niet doen. Nee, ik vind nee, het niet cool. Hij wordt helemaal gek. Hij zei, ik krijg moordneigingen. Ja, ik wil niet per se jou vermoorden. Ik wil gewoon dingen kapot slaan. Het is echt fucked up. Een banaan is helemaal verschrikkelijk. Maar mom on blok in fucking stereo. Ja, sorry. Ik had even niet door. Ik ben wel amped up. Yeah, we gaan een podcast koffie, maken. Je hebt geen koffie nodig. Jongens, ik zit in mijn nieuwe auto. Oké, wat leuk met een open dak. Ja, het is echt een beetje bizar gegaan. We hebben een Volvo, maar die Volvo die heeft dus een soort lekkage waardoor van alles uitvalt en hij niet meer doet. Hij reed ook niet harder meer dan 50. Nou is het zo dat hij naar de garage moet, maar dat onderdeel wat ze nodig hebben, dat duurt een maand om te bestellen. En er zijn heel veel wachtende auto's voor. Het is vreselijk service van Volvo, maar ja. Het is wat het is, maar conclusie, de Volvo is 3 maanden weg. Dus ja, wij dachten we huren wel een auto, maar dat is zo duur dat het goedkoper... Nou, het is niet goedkoper, maar je kan net zo goed een auto kopen. We zaten sowieso al wat langer over na te denken. En nu hebben we een Fiat 500! Een mini-wagentje. Wat wel extra handig is als we naar Amsterdam gaan. Kijk nou, hoe cute. Kijk. Wat een droppie is het. Dit is wel echt, hij is echt leuk. Maar we hebben hem dus, dat is de hele grap. Kijk nou, wat leuk. We hebben deze auto gekocht zonder een proefrit te maken, zonder hem te bekijken. Want we hebben een makelaar ingeschakeld. Dat hadden we vorige keer ook gedaan, want we hebben natuurlijk helemaal geen verstand van auto's. En hij wel. En het chillen was, hij stond vlak bij zijn huis. Dus Tim, die is zelf gaan proefrijden, heeft ons gefacetimed en die zei, dit is echt een superleuke wagen. Dus hij stond 2 dagen te koop en nu hebben we hem gewoon gekocht. Dus ik vind ben helemaal blij dat ons probleem is opgelost en dat we zo'n schattig wagentje hebben. Dus Jorg heeft hem net opgehaald. Helemaal blij. Ja, wij moeten altijd best wel ver naar school rijden. Met dit weer is het gewoon niet altijd heel handig om op de fiets te gaan. We hebben gewoon echt een auto nodig. Dus die hebben we nu weer. Ik vind hem super leuk, schat. Hij is echt leuk. Het is echt een droppie. Heel nice. Goed gekocht. Hij ruikt lekker. Hij is helemaal mooi opgeknapt ook door Tim. Dat is dan die jongen die hem heeft... die heeft ook voor ons onderhandeld. Dus dat is echt een hele fijne... als je net zoals wij soms ook onzeker bent als je een auto moet kopen. Maar ja, je kent niet echt mensen die goed kunnen horen of die goed is. Bijvoorbeeld qua motor of had een rikketik. Maar hij zei dat is niks ernstigs. En dat valt heel makkelijk te verhelpen. Nou, dat soort adviezen, dat had hij dan. Dus ik ben heel erg blij. Welkom in... België! Ah, België! Nou, Antwerpen. Je bent Antwerpen, zeg. In Antwerpen. Ja, het is vrijdag. En Jorg en ik hebben even een eigenlijk is het een soort celebration. Niet even, we kijken hier al 2 maanden uit. 3 maanden al wel. Ja, we hebben echt, dit is echt om ons succes te vieren. We werken natuurlijk samen, we zijn altijd maar druk in de weer met onze kinderen, met ons huis. En we zijn ook, nog, we zijn ook nog een stel. Ergens. Dus dit is quality time. Hoog nodig, want we maken elkaar zinnen niet af. We onderbreken elkaar. Ik vooral. Ja, we zaten net een podcast in de auto te editen. Hier dus. In ons nieuwe autootje. Maar wat gaan we nu doen? Oh, leuk. Oh ja, het is echt zo lekker Belgisch, weet je wel. Je bent meteen op vakantie, vind ik. Die kerk erachter. Hey, jij we moet gaan de code van de parkeer. Praten. We gaan praten, snel. Ik heb maar 1 minuut. Nee, je hebt minder dan 1 minuut. Ik moet een parkeergarage in met een code. Ik wil zeggen wat we gaan doen. Ja, dat kan wel zijn. We gaan naar de Jane. Dat is een restaurant, een 2-sterren restaurant hier midden in. Ja, dat is niet echt hier, hè, jongens. Is dit het? Ik denk het. Ik weet het niet. Soetenborg? Ik weet het niet. Nee, toch? Oh, hier, de Jane. Oh, ja. Oh, wauw. Ze hebben gewoon een speciale parking.
Kun je misschien de code voor mij Ja hoor, die heb ik helemaal paraat hier op mijn gezellige telefoontje. Ik moet nog wel even een collab afmaken voordat we gaan. Oké, de code is 46921. Dat mag je niet zeggen. Maakt niet zijn brief. We gaan dus naar de Jane hier in Antwerpen. Is een restaurant waar we al jaren veel over hebben gehoord. En waar we altijd hadden gezet, dat is wel echt een soort van bucket list restaurant. Dus daar gaan we heen. En we slapen in een hotel hier in de haven. En we gaan gewoon gezellig doen. Ja, toch? Ja, wat gaan we verder doen? Gewoon een beetje gezellig. Gaat dit nou vanzelf goed? Weet ik niet. Waar moet je dat dan intypen? Hier. Kijk, we hebben ook een dak. Een open dak, hoe noem je dat? Een glasdak. Auto nu? Het is maar goed dat we niet in de Volvo zitten, schat. Ik bedoel, kan je er nog uit? Dit is echt een heel klein plekje. Aan jouw kant. Hoeveel zin heb jij in vandaag? Heel veel zin. Ja, was dat je meest beste antwoord? Nou, ons autootje staat. En... Wat heb je? Daar mijn jas niet echt. Ja, vertel even, wat is er net gebeurd? Ik had een blikje Red Bull in mijn koffer proberen te proppen. En toen... Op post 3. Hoe? Oh! Nou, handig, want het regent. Paraplu's. Maar dit is niet echt helemaal. Ah, joh, jawel, dat kan. Dat kan. Ja? Dat is een beetje clashen, maar dat is oké. Okay. Ik ben in de wc en wat ik heel grappig vind is dit. Sorry, Laris. Oeh, deurtje valt tegen me. Maar goed, we zijn klaar. Let's go upstairs. Wat leuk dit ook, hè, schat. Mooi. Ja, dat is echt meteen een beleving. Is vandaag wel een glas alcohol drinken, denk ik. Ja. Ga je één glaasje of twee? Oh, ik doe uitbundig twee. Twee. Woehoe. Kijken onze ogen uit hier van alle pracht en praal. Kijk bijvoorbeeld even naar dit prachtige bloemstuk. Echt heel mooi. En net vroeg de serveerster, komen jullie hier met een speciale reden? Hebben jullie wat te vieren? En toen zeiden wij allebei in koor, ja, het is vrijdag. We're alive. Het gaat goed. We vieren het leven. Dat is echt wat we hier aan het doen zijn. Even weer stilstaan, even opnoemen, met elkaar bekletsen. Even op ons telefoon zitten, dat ook. Ik pas helemaal goed hier in het interieur met jou erbij. We vieren het succes van de planner. En we vieren ook het toekomstige succes van de planner. Want we zijn toe aan een herdruk en dat is super gaaf. Het is ook meteen weer spannend. Want dat betekent dat we letterlijk elke euro die we ooit hebben verdiend met de planner. Die gaan we meteen weer herinvesteren in de tweede druk. Dus we hebben letterlijk, daar hadden we ook niet zo goed over nagedacht van tevoren. Dat je gewoon een jaar lang 0 euro verdient. Maar daarna... Dan verdien je natuurlijk wel geld op. Dus het is vooral investeren, investeren. Maar desondanks vinden we gewoon dat we het echt verdienen om hier in dit mooie restaurant te genieten en het leven te vieren. Dit is echt hilarisch. Jorg die vindt het super gênant dat ik aan het vloggen ben en dat ik zo lang praat. Hij is al heel lang zelf niet gevlogd, dus hij weet niet meer hoe het gaat. Dus hij zegt steeds, ben je al klaar? Ik ging maar net naar mijn telefoon kijken. Ik lach me dood. Hallo, ik ben al 10 jaar een vlogger. Wat doet die man ineens raar? Daar gaan we het zo maar even over hebben. Goed, daar zijn we weer. Jorg, kun je even vanuit onder de tafel ik ben zo herhalen nerd. Wat je net zei? Ik ben zo nerd, want ik heb wel gewoon helemaal geen idee. Ik heb dit gereserveerd. Kamer op mijn mik in een mooi sterrenrestaurant. Altijd chill van zijn. Nou en, praat verder. Want ik wist dus helemaal niet dat het zo lang duurde. Het is gewoon 4 uur zitting. Nou, ze zeiden 4 of 5 uur. Zitten. Kijk eens wat lekker. Nou, we gaan wel eens eventjes weer eens een nachtje doorslapen vanavond. We hebben zelfs uitzicht. Ach, nu is het wel heel fijn dat we niet meer hoeven avond te eten. Want we hebben net echt super veel gegeten. Oh, het was echt een hele bijzondere ervaring om eens een keer zoiets te doen bij de Jane. En we hebben ook nog Nick ontmoet. Dat is de eigenaar en de chef. En die was echt super aardig en gezellig. Hij vertelde
dat hij wilde ooit gewoon helemaal niet zo'n fine dining restaurant. Beginnen maar gewoon een gezellige brasserie, zeg maar. Maar al binnen 8 maanden of 9 maanden kreeg hij een ster. En ja, toen ging hij natuurlijk ook voor de tweede ster. Dus het is een beetje zo gelopen dat het zo'n chique bedoeling is geworden. Maar het had nog wel die gezellige vibe van hem, zeg maar. Dus dat wat informelere. Ik hou, en Jorg ook niet, we houden niet van dat hele stijf, weet je. Wat je vaak wel ziet bij sterrenrestaurants. Dit was gewoon echt leuk. Mensen waren echt leuk met elkaar aan het kletsen en aan het lachen. Ik heb wel eens dat ik in een restaurant zit en dan doe ik mijn harde lach, zoals altijd. En dan zitten mensen echt zo te kijken. Nou, dat is niet echt, mijn plek, zeg maar. Dus dit was echt fijn. Dit bed is ook fijn. Het is donderdagochtend, 9 uur. We zijn de afgelopen weken elke avond aan het werk tot 11 uur. Podcasts editen, we gaan live volgende week met meditaties. Dus hoe breng je het in balans? Nou, om 9 uur 's ochtends een massageafspraak plannen. Dankzij Jorg, schat. Maar hij gaat nu eerst, dus ik ga gewoon even hier lekker werken. Zin? Nice day.